Het Journaal Laat met Annelies van Herk. Heel goeie avond. We beginnen met nieuws vers van de pers uit de Verenigde Staten. Daar is het gigantische steunpakket van president Biden goedgekeurd. Ter waarde van liefst 1.900 miljard dollar. De Senaat had het al goedgekeurd. Nu is dat ook gebeurd door het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben. Het geld is bedoeld voor allerhande maatregelen die Amerika moeten helpen om de coronapandemie en de zware economische gevolgen ervan te doorstaan. De Democraten hebben niet helemaal hun zin gekregen. De verdubbeling van het minimumloon bijvoorbeeld is uit het plan gehaald. En we gaan naar onze correspondent in de States, Björn Soenes. Hallo. Gaat dit nog om een hulpplan voor corona alleen of gaat het veel verder met zo'n duizelingwekkend bedrag? Het gaat veel verder. Het is een levenslijn voor miljoenen Amerikaanse burgers, voor bedrijven, voor lokale overheden, maar veel meer dan alleen maar een hulpplan, een noodplan, een relanceplan, een soort stroomstoot voor de economie. Ja, is het ook goed op weg om een stuk van de sociale geschiedenis van Amerika te veranderen? Want als je goed kijkt naar het plan, dan zit voor het eerst, en zeker minstens geldig voor 1 jaar, de invoering van kinderbijslag in. Men kent dat eigenlijk niet echt in Amerika. En het komt in de vorm van een soort belastingkorting. Het komt erop neer dat elk Amerikaans gezin dat kinderen heeft, per kind $300 krijgt tot ze 6 jaar zijn, $250 tot ze 18 jaar zijn. En voor veel mensen is dat een enorme vooruitgang. Het zou zelfs de kinderarmoede in de VS kunnen halveren. En het is ook een maatregel die bijzonder verstrekkende gevolgen kan hebben voor veel vrouwen die uit de arbeidsmarkt stappen vaak om voor de kinderen te zorgen, omdat ze die kosten niet kunnen betalen. En nu zouden ze dus wel aan het werk kunnen en bijvoorbeeld tijdelijk een babysit kunnen financieren als ze die maandelijkse toeslag krijgen van $300. Per kind. Dus het zou wel eens Amerika meer kunnen veranderen dan alleen maar helpen bij de coronacrisis. Ja, ik hoor je zeggen de sociale geschiedenis van het land herschrijven. Kunnen we dit dan omschrijven als een grote politieke overwinning voor Biden, zo vroeg dan toch in zijn presidentschap? Wel, hij heeft lessen geleerd uit Obama's presidentschap. Die heeft ook een stimulusplan goedgekeurd toen na de financiële crisis. En hij heeft toen veel toegiften gedaan. En hij heeft toen heel veel onderhandeld met de Republikeinse oppositie, die eigenlijk niet wilde dat dat plan zou gaan slagen van Obama. En er is heel veel tijd verloren toen. En nu heeft Biden daaruit geleerd. Hij was toen vicepresident van, kijk, als het moet, ga ik alleen. En we zien het ook in de praktijk. De Republikeinse oppositie heeft gewoon niet meegestemd. Er is niet één stem voor dat plan vanuit de Republikeinse kant gekomen. En de Republikeinen verwijten Biden dat ze zeggen, ja, u ging toch partijoverschrijdend werken. Maar Joe Biden voelt zich gesteund, Annelies, door de bevolking. Want uit peilingen blijkt dat zelfs de grote meerderheid van de Republikeinse kiezers achter dit plan staat. Dus ze zijn voorstander van die checks, ze zijn voorstander van die kinderbijslag, ze zijn voorstander van hulp voor bedrijven. Ook het bedrijfsleven staat hier vierkant achter. Je ziet dat de beurs ook is gestegen. Dus ja, je kunt dit een grote overwinning noemen, vroeg in zijn presidentschap. Heeft nog een bijkomende overwinning geboekt. De rechter die nooit mocht benoemd worden voor het Hoge Rechtshof, Merrick Garland, is vandaag benoemd tot minister van Justitie. En morgen wil Biden dat plan voorstellen op de televisie voor het eerst met een grote toespraak voor het Amerikaanse volk in primetime. En vrijdag gaat hij dan die wet ondertekenen. Dus eerste grote overwinning voor Joe Biden. Eerste horde van zijn presidentschap genomen. Dankjewel voor je toelichting, Björn. Bij ons kwam er vandaag een beetje goed nieuws over de vaccinatiecampagne. Pfizer-BioNTech kan 4 miljoen vaccins voor Europa eerder leveren dan afgesproken. Deze maand nog komen ze aan in de lidstaten en voor ons land zijn het er 100.000. Ook hebben de ministers van Volksgezondheid in ons land beslist om de tweede dosis van het Pfizer-vaccin pas na 5 weken te geven in plaats van na 3 weken. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft bevestigd dat dat geen risico inhoudt. En dat betekent dat we iets sneller meer mensen gaan kunnen inenten. Daaruit blijkt dat we effectief dat uitstel kunnen doen van die tweede prik. Dat wil zeggen geen 21 dagen, maar 35 dagen. Waardoor dat we ook wel een versnelling terug opnieuw in onze vaccinatiestrategie kunnen doen. Dat betekent heel concreet dat we onze 65-plussers niet half mei kunnen afgewerkt hebben, maar al eind april kunnen afgewerkt hebben.
Wie een niet-dringende operatie moet ondergaan en de afgelopen 7 weken besmet werd met het coronavirus, die stelt de ingreep het best een tijdje uit. Dat is het advies van de Universiteit van Birmingham na een grote internationale studie waar ook 8 Belgische ziekenhuizen aan meegewerkt hebben. Zij stelden vast dat er een grotere kans op overlijden is bij een ingreep in de eerste 7 weken na een coronabesmetting. En dat komt omdat het immuunsysteem nog volop de effecten van de infectie aan het bestrijden is en er daardoor andere organen kunnen falen. Mensen moeten zeker niet elke ingreep uitstellen. Dringende operaties, zoals bijvoorbeeld een hartoperatie, of je hebt een blindedarmontsteking, of je moet kankerchirurgie ondergaan, dat heeft voorrang. Dat moet u zeker met uw behandelend arts bespreken, dat is maatwerk. Maar heb je bijvoorbeeld een liesbreuk of een navelbreuk waar je een tijdje mee rondloopt, eigenlijk zonder problemen, probeer die dan uit te stellen 7 weken tot na je corona-infectie, om onnodige risico's te voorkomen. Morgen is het precies een jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van corona als een pandemie bestempelde. Een wereldwijde epidemie. En niet lang daarna ging ons land een eerste keer in lockdown. Naar aanleiding van 1 jaar corona heeft premier De Croo een videoboodschap verspreid. En daarin roept hij iedereen op om zich te laten vaccineren. Laat je vaccineren. Om jezelf te beschermen, maar ook om je familie, vrienden, ons allemaal toe te laten de draad van ons leven weer op te nemen. Je laten vaccineren is een daad van solidariteit. De vaccins zijn veilig en effectief. Politie en gerecht mogen geen enkel geval van haat tegen holebi's ongestraft laten. Dat heeft Vlaams minister van Gelijke Kansen Somers gezegd in het Vlaams parlement. Daar is gedebatteerd over de moord op een homoseksuele man in Beveren. Het is nog niet duidelijk of hij stierf bij een uit de hand gelopen overval of vanwege zijn geaardheid. Toch hebben alle partijen in het parlement geweld tegen holebi's veroordeeld. Minister Somers pleit voor nul tolerantie. Ook de Vlaamse overheid kan en moet meer doen. De aangiftebereidheid moet omhoog. Er zijn vele redenen waarom slachtoffers geen aangifte doen. Onder meer omdat ze hun seksuele identiteit niet willen blootgeven. Maar de hulplijnen zijn ook veel te weinig gekend. Daarom heb ik €30.000 extra toegekend aan Lumi.be, de vroeger Hollybifoon, om zich beter bekend te maken. In het grootschalige onderzoek naar drugshandel en georganiseerde misdaad zijn sinds gisteren al 7 nieuwe dossiers geopend in Antwerpen alleen. Onder meer 2 Antwerpse advocaten zijn aangehouden en een kickbokser. Die laatste zou cryptofoons verkocht hebben. Telefoons die criminelen gebruiken waar versleutelde berichten mee verstuurd worden. De 3 werden samen met een 40-tal anderen opgepakt na de grootste politieoperatie ooit in ons land. De speurders konden uiteindelijk meer dan 1 miljard versleutelde berichten onderscheppen. Amai. Ja. Ja, dat is hem, hè. Geweldig eenvoudig. Gewoon een plastic buis de grond in. En op die manier kan je heel makkelijk honderden duizenden liters water naar boven pompen. Hè. En wellicht niet toevallig goed verstopt, die grondwaterpomp. In een reportage van Pano, die u vanavond kon zien bij ons, blijkt dat er heel wat illegale grondwaterputten zijn. De Vlaamse overheid heeft daar zelfs geen zicht op. De putten worden in tuinen en velden geboord om water op te pompen tijdens droogteperiodes. Maar ze maken het probleem alleen maar groter. We zijn er vlakbij. We zijn er vlakbij, oké. Okay. Er staat zelfs een speciale haagrond. Ja. Hier zijn we ook zeker van, dit is ook weer zo'n illegale waterwinning. Dit is een illegale waterwinning. Het is maar één voorbeeld van een aantal illegale grondwaterputten die we ontdekken. Grondwater waarvan de overheid niet weet dat het wordt opgepompt. Zoals in onze tuinen. Officieel zijn er 56.000 vergunde putten in onze tuinen. De Vlaamse Milieumaatschappij weet dat het er veel meer zijn. Het kunnen er 1.000 zijn, het kunnen er 5.000 zijn, dat kunnen er dubbel zoveel zijn. Dat weten we niet. Er is nogthans een duidelijke wetgeving. Je moet je put laten boren door een erkend boorbedrijf. Die lijst vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. En je put moet gemeld worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Zo weet de overheid wie waar boort. Maar uit ons onderzoek blijkt dat die erkende boorbedrijven een loopje nemen met de wetgeving.
U bent een erkend boorbedrijf. Dat kan ook zonder factuur? Dat kan. Wel, dus eigenlijk gaat niemand te weten komen dat die put er is dan, hè? Nee. Dus dat gaan we alle twee niet melden? Nee. Ja, hè. Er blijkt maar weinig controle op illegale grondwaterputten en op de erkende boorbedrijven. Vlaams minister van Milieu Zoël Demir is zich bewust van dat probleem. Zelfs boorbedrijven die door de overheid erkend zijn en die als enige zulke putten mogen boren, die nemen het niet nauw met de regels, beseft ze. Nee, ik schrik niet van de situatie. Vandaar dat we ook maatregelen hebben genomen voor die illegale boorbedrijven. Dat kan niet. Vandaar dat we ze onder verhoogde toezicht gaan zetten. Zeker diegenen die al onwettig zijn geweest. Er komen hogere boetes en de boorinstallaties gaan we ook voorzien in de toekomst van een GPS-tracking. In Griekenland zijn twee jonge Afghaanse migranten veroordeeld tot een effectieve celstraf van 5 jaar. Volgens de rechter waren zij het die begin september brand stichtten in het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Het kamp werd verwoest door het vuur. De NGO die de twee migranten verdedigt, zegt dat er geen geloofwaardig bewijs is en gaat in beroep. In het tentenkamp Moria verbleven zo'n 13.000 vluchtelingen en migranten. Nu leven de meesten in een nieuw kamp op Lesbos. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen politiegeweld. De manifestatie draaide uit op zware rellen. De relschoppers gooiden onder meer met brandbommen naar de politie. 10 agenten raakten gewond. Athene beleeft een gewelddadige avond die beelden oplevert zoals dit. Een politieagent ligt bewusteloos op de grond nadat hij zwaar is aangevallen door meerdere relschoppers. De man overleeft de aanval en wordt naar het ziekenhuis overgebracht. De frustratie tegen de politie in Griekenland neemt toe. De politie zou te hard optreden tegen wie de coronamaatregelen niet respecteert. Een incident afgelopen zondag deed de emmer overlopen, zegt onze correspondent. Op een pleintje in een van de voorsteden hier in Athene is de politie nogal zwaar gaan ingrijpen bij een familie die daar op een bankje zat te genieten van de zon. De schokkende beelden in Athene dwingen premier Mitsotakis om voor de camera een oproep tot kalmte te lanceren. Οι θλιβερές εικόνες βίας που είδαμε όλοι απόψε στην Αθήνα πρέπει να είναι οι τελευταίες. Και η ζωή ενός συμπολίτη μας, του νεαρού αστυνομικού που κινδύνευσε, να μας αφυπνίσει. We hebben nog wat sportnieuws. In de Italiaanse rittenkoers Tirreno Adriatico heeft Wout van Aert meteen toegeslagen. De eerste etappe met aankomst in Lido di Camaiore eindigde op een massasprint. En daarin was van Aert in het geel met afstand de sterkste. Het is zijn eerste zege dit seizoen, al meteen bij de tweede koers waar hij aan de start komt. Caleb Ewan van Lotto Soudal werd tweede, Fernando Gaviria derde. Wout van Aert is nu leider in het algemene klassement en in het puntklassement. Ik had al vertrouwen ook naar de Strade Bianche dat ik gewoon in orde ben. En, ja, ik had niet verwacht dat ik zo snel koers zou winnen. Zeker omdat dit toch een vrij makkelijke sprint is. Zeg maar blijkbaar ben ik van de Strade al een stap vooruit gezet. En, is een mooie start. Ook in Parijs-Nice was het prijs voor de ploeg van Wout van Aert in de eerste bergrit daar. Primoz Roglic valt aan op de slotklim op 3 kilometer van de aankomst. Niemand kan aanpikken. Thijs Benoot en de Duitser Schachmann, de winnaar van Parijs-Nice van vorig jaar, proberen de kloof zo klein mogelijk te houden. Maar ze kunnen Roglic niet bedreigen. Roglic wint en is de nieuwe leider. Benoot wordt vierde. Met Van Aert en Roglic was het vandaag 2 keer feest voor Jumbo-Visma. Welcome back, Roger Federer. Na 1 jaar afwezigheid stond 20-voudig Grand Slam-winnaar Roger Federer vandaag weer op een tennistoernooi. Hij nam het in Doha op tegen de Brit Daniel Evans. Hij won de wedstrijd in 3 sets en gaat door naar de 8e finales. Onze landgenoot David Goffin werd eerder op de dag uitgeschakeld op het toernooi van Doha. En een Porsche 911 Carrera die toebehoorde aan de overleden voetbalster Diego Maradona is geveild voor €483.000. En dat is fors meer dan de geschatte opbrengst van €150.000 tot €200.000. Maradona reed met de Porsche in 1992 toen hij voor Sevilla speelde.
Morgen krijgen we regen en felle buien. Het is opletten voor rukwinden tot 100 km per uur. En de maxima liggen rond 12 graden. We sluiten af in China, waar een boek gaan kopen een hele belevenis kan zijn. Deze boekenwinkel in Chengdu probeert klanten te lokken met een adembenemend interieur. De winkel ziet eruit als een moderne kathedraal en biedt meer dan 100.000 titels aan. Niet voor mensen met keuzestress dus. Hartelijk dank voor het kijken en heel graag tot morgen. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.